Welkom bij Rite of Passage, editie nummer 4. En wederom een uitverkochte editie. En waarom zijn we altijd minimaal 2 maanden van tevoren uitverkocht? Omdat we een van de beste retreats op het gebied van persoonlijk leiderschap faciliteren hier. Een retreat waar de inhoud geheim is. En dat is een van de succesfactoren voor de deelnemers. Dat je niet weet waar je aan begint. Dat het oncomfortabel gaat worden, dat is de belofte die ik je geef. Dat je uit je hoofd komt en in je lichaam. Dat je terug naar je gevoel gaat. Terug naar dat kompas wat heel diep van binnen heel goed weet waar die naartoe wilt. Maar soms kunnen we door de omgeving of door de situatie waar we in zitten of de dingen die we meemaken, kunnen we daar van afraken. En dit is een uitgerekend moment om hier in dit retreat naar jezelf te kijken en daar wat mee te doen. Neem het vooral niet van mij aan, maar luister vooral naar de deelnemers. Het weekend was eerst oncomfortabel. Dat is gewoon omdat je mensen niet kent. En binnen afzienbare tijd voel je echt een goede groep. Je voelt dat je samen dingen doet. En door delen is helen, heb je gewoon op een gegeven moment het gevoel van hé, maar mijn verhaal mag er ook zijn. En ik werk aan mijn eigen verhaal, maar ik doe het wel met mijn broeders en zusters. Dit weekend is zo moeilijk te omschrijven in een woord. Het is eigenlijk meer gewoon een soort van puur gevoel. Een puur energie, focus en intense verbinding met mezelf en met de hele groep. En daarnaast ook de wereld. Ja, ik ben eigenlijk mega enthousiast. Ik kan het niet in 3 woorden omschrijven. Er is zoveel gebeurd. Als je samenkomt met zo'n groep en je deelt gewoon echt open wat er echt is. En je doet dingen, we doen dan ook goede dingen om dat gevoel te versterken. Dan creëer je zoiets magisch. Zo'n natuurlijke band met elkaar. Ja, dat is heel bijzonder. Echt dat doen, dat vind ik prettig. Zo'n weekend dat je echt aan de gang moet in plaats van lezen, want dan zit ik weer heel erg in mijn hoofd. Ja, dat vond ik echt geweldig. Ja. Ik ervaar het als heel positief. Ik moet er wel bij zeggen dat ik zinnen kan gebruiken. Dan kan ik 3 dagen praten, maar dan zal het nog niet dezelfde niet goed vertellen hoe de ervaring echt is geweest. Ik denk dat mensen het echt zelf moeten ervaren. Gewoon bizar, weet je wel. Samenhorigheid, maar ook individueel. Dat je gewoon echt werkt aan jouw eigen verhaal, daarvoor staat. En die dingen ga je mee naar huis nemen. Die ga je gewoon die ga je inzetten om het beste leven voor jezelf te maken. En uiteindelijk daarmee anderen te helpen. Dus als jouw leven werkt, dan kan je er voor anderen zijn. De diepte die je raakt in de oefeningen, die gaan echt heel diep. En dat is ook precies waar het moet raken. Een van de mooiste dingen vond ik, gisteren zaten wij met 24 man in een zweethut, hutje mutje, letterlijk en figuurlijk. Het was heet, er kwamen dingen los, de openheid van mensen, de kwetsbaarheid, hoe iedereen zich opstelt. Je gaat naar huis met een pocket full of memories en de rest is eigenlijk bijna niet meer uit te leggen. Ik heb dit weekend als buitengewoon dynamisch ervaren, erg prettig, hele fijne sfeer. Wigert heeft voor een hele veilige bedding gezorgd met een heel goed programma waar ik me in alle vertrouwen aan heb over kunnen geven. En buitengewoon waardevol. De dingen die ik heb geleerd, het grappige is, die weet je eigenlijk wel. De meeste mensen, in ieder geval ik, je leeft zo in je hoofd. En je weet zo goed eigenlijk jezelf te vertellen waar je op zou moeten focussen en wat je op zou moeten doen. Maar thuis en de maatschappij en alles draait door. Tijd gaat zo snel en dan komt het niet echt van de grond. En wat we eigenlijk heel erg geleerd hebben dit weekend is uit dat hoofd te gaan. Door middel van beweging, meditatie en allerlei verschillende dingen. Om echt terug in je lijf te zakken. Dat heeft mijn focus nu weer zo veranderd. En dus de dingen die ik weet, die ik wist, die voel ik nu ook echt. Dat was een van de meditaties. En daarin ontmoette ik eigenlijk weer iemand die ik vergeten was. En door het weer te voelen, de verbinding weer te voelen, voel ik eigenlijk ook weer meer verbinding met mezelf. Ik heb totaal niet getwijfeld. Ik wist dat dit het moment was om dit te gaan doen. Ik ben heel blij dat ik er nog bij kon zijn. Want het was eigenlijk zo goed als uitverkocht.
ondanks dat je weet dat het, ja, dat het een pittige aangang is met jezelf. Dus ik ben hier gekomen op zoek naar antwoorden. En die heb ik ook zeker gevonden, zowel zakelijk als privé. Iedereen loopt tegen zijn eigen grenzen aan eigenlijk en gaat daar overheen. En dan kom je in een soort van meditatieve staat. Ondanks dat ik dus eigenlijk niet eens echt wist wat we gingen doen. Ja, je hebt een soort vertrouwen in Wichert. Omdat je misschien zoveel van hem hebt geluisterd. De podcast en alle dingen waar hij zich mee bezighoudt. Dus dat zorgt eigenlijk ervoor dat ik bijna zeker wist dat dit een heel mooi weekend zou gaan worden. En dat is het nog niet eens geworden. Het is echt een fantastisch weekend geworden.